zijn heel veel innovaties, heel veel technologische innovaties mogelijk. Alleen het is niet altijd afgestemd op de behoeften van de mens. En als je terugkijkt naar de spreekkamer, dan is er 100 jaar eigenlijk niks veranderd. 100 jaar geleden zat ook de arts tegenover de patiënt. Het enige wat er veranderd is, is dat er een computer tussen die arts en die patiënt staat. De menselijke maat verandert. Het gaat meer over technologie. Dus zeg maar die afstemming op de werkelijke behoeften van de mens. Ja, dat is een belangrijk onderdeel om te zorgen dat het daadwerkelijk geïmplementeerd wordt in de zorg. Ik denk dat techneuten en medici samen de toekomst kunnen bepalen voor de gezondheidszorg.